van harte welkom. Ik heb de eer om de microfoon mee te beginnen in de handen te hebben. En we gaan met elkaar in gesprek over onze ideeën over stappen naar een relevante toekomst. En we gaan proberen met elkaar in gesprek te zijn. Dus wat mij gevraagd is, ik een aftrap geef? Ja. Oké. Eventjes, weet hoe je... Ja, goed. Mijn naam is Manfred van Doorn en ik ben van huis uit psychotherapeut. Ik heb de laatste 10, 15 jaar leiderschapstraining gegeven en mijn grote hobby is de paradox. En samen met mijn zoon Victor heb ik een boek geschreven dat heet This is the End. En dat schrijf je dan met AMD. Vanuit het gegeven van laten we met elkaar proberen inclusief te denken. En het is ook een boodschap, en met die boodschap zit ik hier, van hou in de gaten dat er altijd twee processen tegelijkertijd dienen plaats te vinden voor verandering. Het microscopische, het meso en ook het macroscopische. Een van de dingen die ik nu zo direct veel in de gaten ga houden is van hoe gaan we naar het kleine kijken, de coöperatieve en andere benaderingen. En hoe pakken we dat wat groter aan, zodat we die twee processen met elkaar kunnen laten parallel lopen. Dus dat is mijn insteek voor het gesprek. Wil jij jouw insteek vertellen of nog niet? Okay. Ik wil jou vooral even horen. Oh, je wil? Oké. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij, als we een visieontwikkeling doen, dat we ook werkelijk zeggen van wat deugt en wat is relevant. En daar hoort wat mij betreft bij, dus dat iets dat een van de dingen die wij nu kunnen leren hebben, zijn uit de honger geklauterd. We hebben net de Nobelprijs van de Vrede als Europa gekregen, omdat het ons tot nu toe gelukt is om ook grotendeels uit de oorlog te blijven. Maar een van mijn vragen is van, moeten we niet concluderen dat we er nu dan ook wat dat betreft zijn? En dat wij dus nu met elkaar gaan oefenen om het leven met elkaar te vieren, in plaats van in het oude patroon wat we hadden om uit de honger en uit de oorlog te komen, in zo'n productiemaatschappij te zijn, in plaats van dat je zegt van laten we gewoon nu constateren dat we er zijn en laten we met elkaar een maatschappij creëren waar we onze kinderen opvoeden om zoveel mogelijk spelende en lerende burgers te zijn. En laten we met elkaar kijken welke patronen die we hebben opgebouwd nu dysfunctioneel zijn. En daar hoort wat mij betreft een uitgangspunt bij. Dat noemen we voorlopig maar feutocratie. Easycratie en feutocratie. En feutocratie is iets waar je zegt het uitgangspunt moet zijn dat je geen schuld aan je kinderen achterlaat. Dat betekent dat je in principe het principe van de Native Americans volgt. Van alle besluiten die je neemt moeten gebaseerd zijn of ze dienstbaar zijn voor de komende 7 generaties. En dat vind ik een belangrijk uitgangspunt. En daar hoort bijvoorbeeld bij mij bij dat je zegt, nou, we betekenen dat we allerlei soorten schuld die wij nu makkelijk naar 10 generaties verder schuiven, dat we zeggen dat deugt niet, daar gaan we dus nu mee ophouden. En dat betekent, kun je een maatschappij visualiseren waar je zegt, we laten geen schuld voor de volgende generatie achter. Nog vervuilend, nog financieel, nog moreel of emotioneel. En dat is dan het streven, dat is dan de stip op de horizon waar ik over zou willen praten. En er hoort bij mij dus ook bij dat we een aantal van onze, zeg maar, aantal van onze dogma's die wij hebben opgebouwd, bijvoorbeeld dat een economie altijd 3% moet groeien, of dat geld gecreëerd wordt op basis van schuld, dat we dat in vraag gaan stellen en zeggen van, is dat wel zo? Is dat niet gewoon een totale waanzin waar we in opgevoed zijn om dat te geloven, maar kunnen we niet gewoon zeggen, we creëren gewoon elk jaar zoveel geld als iedereen nodig heeft en het blijft een jaar houdbaar. En het jaar daarop is er weer ander geld. En hoezo schuld en hoezo waardevernietiging of nou, dat soort dingen. Daar zou ik wel wat dieper met jullie op in willen gaan. En ook van wat het betekent om gewoon een spelende maatschappij te hebben. We zeggen van oké, we vinden het leuk om te genieten van het mens zijn. We proberen zoveel mogelijk met respect voor onze omgeving te genieten.
En wat, hoe ziet een leven eruit waar je eigenlijk gewoon kan spelen en klooien, om het in jouw woorden te hebben, dat je niet langer gelooft, dat je niet meer meedoet in de illusie van je moet meedoen, anders behoor je bij de verliezers. He, want dat hele denken in werkende en werklozen, dat vind ik dus al een gevaar. Dus daar zou ik het over willen. Is dat genoeg af te gaan? Ja. Oké. Okay. Ik zie jou al, je hebt vaak die... Ja, ik word hier gewoon heel blij van voor dat gedachte. Maar ik ben heel nieuwsgierig hoe de mensen hier zitten. Want ook nu weer zitten hier allemaal mensen die gekozen hebben voor deze sessie, niet voor een andere. Dus ik ben nieuwsgierig met welke insteek en gevoel, verlangens, wensen, ideeën namens jullie hier zijn gaan zitten. Ik loop even samen en... Wil iemand daar wat over zeggen? Misschien kan ik eerst een aftrap even uit de eigen parochie. Peter en ik ondernemen nu 13 jaar met elkaar. En ja, dat is heel gezellig, heel leuk en af en toe succesvol. Maar uiteindelijk merkten we ook dat we toch in ons eigen kleine wereldje actief waren. En krijg je, als je zo met je taken en je doelstellingen bezig bent, toch de behoefte om daar een keer uit te breken. En daardoor hebben we ons groeipad aangepast en verkleining werd toegepast. Maar daardoor creëer je ruimte om anders te kijken. En iedereen heeft dat in zijn eigen mogelijkheden om zijn pad aan te passen. En dan kan de wereld wel eens een stuk mooier uitzien dan dat je soms denkt. En volgens mij kan iedereen die kracht in zichzelf zoeken, alleen moet er voor openstaan. En dat, ja, dat klooien, dat willen we dan nu in Permanent Beta gaan doen. Ja. Ja, dan hoort het natuurlijk dat ik ook wel wat zeg. We hebben net het woord relevant een paar keer gehoord. Enige tijd geleden bedacht ik dat het misschien handig was als we maatschappelijk relevant gingen ondernemen. Niet meer maatschappelijk verantwoord of alleen maar maatschappelijk betrokken. Omdat maatschappelijk relevant is wat mij betreft per definitie duurzaam. Omdat je als het goed is iets doet waar behoefte aan is. En het ook kan blijven gebeuren omdat er op een of andere manier wel mensen iets van waarde over hebben. En in dat opzicht, ik zou het ook heel fijn vinden als we als mensheid die volgende stap kunnen maken. Die Manfred die net schetst. Interessant ook om te zien van dat je zegt van oké, wat gebeurt er op meterniveau, wat gebeurt er ook. Het is net zo belangrijk om te zien wat er op microniveau gebeurt. En die kan ik wel heel goed plaatsen met wat we hier doen dan. Omdat we proberen, je hebt het net even over banken gehad. Ik denk dat het essentieel is voor de komende 10, 20, 30 jaar. Is dat we vooral mensen belonen, of dat nou ondernemers of hoe we ze ook noemen, of nou werklozen die hele zinnige dingen doen, maar het maakt niet zoveel uit. Mensen die waarde toevoegen aan de maatschappij. En we hebben de afgelopen jaren zijn vooral bezig geweest met mensen belonen die waarde onttrekken aan de maatschappij. En ik geloof dat dat de grote switch is die we moeten voor elkaar moeten krijgen. En wat we hier dan proberen te doen is dat op metaniveau eigenlijk weer over te praten. En mensen aan elkaar te verbinden, maar microniveau ook te laten zien dat je het kan doen, omdat als je een 3D printer hebt staan en de video meneer van vandaag breekt een onderdeeltje af, terwijl je het nodig hebt dat je zegt van nou dan printen we toch even uit. En dat kan natuurlijk ook net zo goed voor een medisch apparaat zijn. Dus dat is een beetje zoals ik hem voel. Mooi, dankjewel. Zijn er al mensen die iets uit de zaal willen bijdragen of zullen wij nog even doorgaan? Het roept mij meer associaties op, dus als dat de open ruimte is. Wat mij heel erg blijft hangen was in eerste instantie het woord schuld. Van wat is een apart woord eigenlijk wat we hebben bedacht voor schuld als je iets bij de bank leent bijvoorbeeld, of wij lenen iets van elkaar. En je schuldig voelen, hè, wat dat in ons systeem doet, het schuldgevoel. En daar zou ik het verder over willen hebben, en ook ten opzichte van spelen. Hoe kan spelen beter toegang voegen aan dat we misschien een nieuw woord voor schuld gaan bedenken? Of überhaupt, als je afspraken met elkaar maakt, ik leen jouw das en ik geef hem op een dag X terug en dat gebeurt niet, dat we daar samen een afspraak in hebben en dat jij net zo schuldig bent als ik, als we nog even dat woord hanteren, als dat niet lukt bijvoorbeeld. Dus nou, zoiets roept het op. Er is een heel goed boek wat ik jullie kan aanraden. Het is van David Graeber. Dat heet Debt, D-E-B-T. Het gaat over hoe in de verschillende eeuwen en in verschillende maatschappijen om is gegaan met zogenaamde de vraag over schuld. En dat er dus
hele succesvolle maatschappij zijn geweest die ervan uitgingen van dat schuld in principe altijd op oorlog uitloopt en dat ze daarom de maximale houdbaarheid van schulden altijd op 7 jaar zetten en daarna altijd een kwijtschelding deden om te voorkomen dat je te lang elkaar iets blijft nadragen. En dat zou ook een versie kunnen zijn. En een van de... Ik ga donderdag naar de Icon en daar vertellen ze dat er een denker is, ik ben even zijn naam vergeten, die zei het is een heel handig gedachte als we nou echt mondiaal gaan denken dat we er naartoe gaan, dat we de grenzen gaan openen. Dat we dus niet langer zeggen van nou dit is nu een stukje Nederland, dat is van ons en de rest moet er buiten blijven. Maar dat we zo gestimuleerd worden als we zeggen we gaan over 5 jaar of over 10 jaar alle grenzen opheffen. Dat je dan meer motivatie hebt om het in Afrika of waar dan ook leuk genoeg te maken. Zodat die mensen niet zo'n motivatie hebben om naar ons te moeten komen. Dat zou bijvoorbeeld ook een van de afschaffingen van het schaarste denken, het schaarste manipulatie, zou daarmee kunnen samenhangen. Als je zegt, nou we nemen voor, binnen 10 jaar heffen we alle grenzen op. Dat motiveert heel snel om de boel leuker te maken overal. Geef ook vorm. Ik wou even zeggen, een statische camera. Oké, okay, we hebben een statische samen. Eén dynamisch. Oké, okay, mooi. Okay. Ah, nee, dat was de enige wat ik wilde zeggen. Wat jij zegt, hè, dat komt ook voornamelijk voort uit afstand. Hè? Want als je van heel dichtbij leent en daar is een gevoels- en emotionele band, dan valt dat schuldgevoel vaak weg. Hè? Maar als je dus die afstand vergroot, en als je kijkt naar het leensysteem, is die afstand natuurlijk heel erg groot. En als we die afstand kunnen verkleinen met elkaar, dan zit je toch veel dichter op elkaar, waardoor er veel meer begrip komt. Als het over geld gaat, dan vind ik juist ook dat er heel veel misgaat als je het onderling regelt. Er zijn bijna heel veel problemen komen voort vanuit geld lenen bij elkaar. Dat is misschien een te smal gebiedje nu hoor, maar dus op de een of andere manier zit iets in ons systeem wat zorgt voor problemen op dat stuk, heb ik het idee. Ik had laatst een prachtig gesprek met iemand over Oost-Groningen en 80 jaar geleden. Toen was er coöperatieve banken daar. En toen was het eigenlijk redelijk overzichtelijk. Iedereen die mocht geld lenen bij de coöperatieve bank, die van iedereen was. Behalve Piet. Want iedereen wist, Piet die gaat maar geen geld van geven. Maar die zuipt het op. Dat weet iedereen, dat weet Piet trouwens zelf ook. Dus Piet kon af en toe doen, ja ik wil ook wel geld lenen hier bij de bank, de lokale gemeenschap. Mag dat? Nee Piet. Nee, dan ga je het weer opdrinken en dan heb je nog weer geen huis. Dat is geen goed idee. Dus dat was toch een soort sociale controle. En dat is, ik weet niet of het goed of slecht is, maar in ieder geval was toen de menselijke mate nog, waardoor je dat soort dingen van elkaar wist. Dat je weet, oké, je kunt Piet aanspreken, van, nou Piet, dat gaan we niet doen, wat zus en zo. Als je nou laat zien dat je dat wel kan, dan wil je wel graag helpen, misschien heb je een ander probleem. Maar dat was redelijk duidelijk, hoef je helemaal niks in te vullen aan papiertje, dan wist je gewoon, nee, Piet gaat echt niet terugbetalen, want die kan er nog niet mee omgaan. En misschien moeten we toe naar een relatie- en een reputatie-economie in plaats van een transactie-economie. Heeft Piet een kans gekregen om zijn reputatie te herstellen? Ja. Nou, dit is een verhaal van 80 jaar geleden. Dus ik heb dat niet nader onderzocht. Ik denk dat Piet niet dood is en die is vast niet van de honger omgekomen. Maar ik vond het wel interessant zo ging dat blijkbaar vroeger, dat je dat wel met elkaar in die gemeenschap wist. Nou, wat er achter mijn vraag ligt is, als je eenmaal zo'n stigma hebt gekregen, kom je er dan nog af? Lukt het je dan met diezelfde sociale cohesie ook om dat stigma weer ongedaan te maken? Want dan is het ineens Piet tegen de hele groep om zichzelf te bewijzen. Ja. Of de katholiek tegen de protestanten. Interessant, ja. Wat zei het laatste? Katholiek tegen de protestanten. Klopt, dus een van de vragen is van hoe kunnen we voorkomen dat wij in een wereld komen waar weer dat soort schaarste denken en dus toewijzing van middelen wel of niet wordt gedaan. Terwijl je bijvoorbeeld, ik geef even een voorbeeld van wat ik nog deze week weer opnieuw tegengekomen ben. Dat binnen de Belastingdienst is het heel helder dat ons belastingsysteem hopeloos verouderd is en hopeloos dysfunctioneel. En dat dat dus helemaal niet nodig is zoals wij het doen. En tegelijkertijd is het grootste verzet tegen een vereenvoudiging van het belastingsysteem is van de ambtenaren zelf, die als ze dood zijn, dat ze hun status kwijt zijn. En een andere reden is dat er nog steeds belang is
bij, en dat ik zeg niet dat niet zo is, bij slagkracht bij de Belastingdienst, zodat ze af en toe raids kunnen doen bij mensen die echt heel erg aan het stout aan het doen zijn. Maar dat is even een overweging. De andere overweging is de angst voor banenverlies. En ik denk dus dat als wij op een gegeven moment de sprong kunnen maken, zeggen van nou, als we de moed zouden hebben om bijvoorbeeld een basisinkomen te doen, waarbij dus mensen gewoon iedereen genoeg toegang tot voedsel, genoeg toegang tot middelen krijgt, dat betekent dat er heel veel banen niet meer nodig zijn. Dat er dus geen ambtenaren nodig zijn die uitkering controleren. Dus dat betekent dat mogelijk, en in Duitsland is het uitgerekend dat het dus een neutrale transactie zou kunnen zijn, dat je met elkaar zegt, we moeten ook een beetje weg bij dat schaarste denken van dat wij wel of niet middelen aan iemand gaan toekennen. Terwijl als we zouden zeggen, we kunnen naar een maatschappij waar we misschien niet eens nodig hebben om mensen te belonen, want dat is ook weer dat top-down zeggen van, maar die zegt oké, iedereen is uit de honger, we zorgen ervoor, het kan makkelijk. En dat soort schaarste is dus niet meer nodig. En dan kunnen we kijken of we daar een, wat wij dan voorlopig maar als woord gebruiken, communalisme. Dus een combinatie van communisme en kapitalisme. Die zegt, er is dus ruimte voor geldstromen naar mensen die waarde toevoegen in plaats van mensen die waarde vernietigen. Dat zou een maatschappij kunnen zijn. Ik vind het belangrijk om erover te praten, omdat anders blijven we maar in de illusie steken dat we dat niet kunnen en dat er schaarste moet blijven. En dat zeg maar de VVD-slogan, waar ik erg van schrok, van nou, voordeel voor de mensen die werken. En dat hele gedoe van dat werken een iets is waardoor anderen in de maatschappij kunnen meeliften, terwijl de werkelijkheid veel anders in elkaar zit. Dus ik denk van, laten we met elkaar kijken naar een maatschappij waarin we zeggen van, er is meer dan genoeg. Er is miljarden, triljarden te veel geld. Laten we gewoon op een andere manier dat verdelen. En het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Ja. Nog heel kort over het schuldstuk. Om even zeg maar naar permanent beta en de gedachte te halen. We hebben een tijdje geroepen van, we gaan het allemaal doen zonder papier en geld. En dat is natuurlijk een leuke Leuk bedacht. Ja, echt leuk bedacht. En het is ook natuurlijk een beetje om een soort statement te maken van kijk wat je allemaal wel kan doen. omdat geld en papier vaak stroopversnellers zijn. Hè? Dus je bent lekker bezig en dan komt geld en papier en dan gebeurt het in één keer niet meer. Maar wat wel jammer is dat we geld nu overal voor gebruiken. Ook als we het niet nodig hebben. Als je Piet, die een huis nodig heeft, geen geld heeft waar hij zelf drank voor kan kopen, maar je geeft hem een plek waar hij kan slapen, dan heb je wel iets aan zijn leven toegevoegd om te helpen om de stigma misschien voor elkaar te krijgen of een veilige omgeving te creëren. Ja, we zijn zo gewend om alles met geld op te lossen. Ik weet niet of die echt Piet heet. Nee, nu wel. Maar Piet kan misschien niet zo goed met geld omgaan, maar wel weer andere dingen heel fijn. Ja. En als dat een beetje, Niels net zegt, van dat stigma. Maar als we met elkaar proberen te zorgen dat je niet zo snel stigma krijgt, maar hey Piet, nou daar scoor je niet zo tof, nou kunnen we je misschien nog bij helpen ook. Maar dat kan Piet wel heel goed. En dat het allemaal, niet dat iedereen dan weer heel dol enthousiast op Piet moet worden, maar dat het gewoon wordt. Oké, maar ik hoor heel veel dingen waarvan je zegt, mensen zouden hun gedrag moeten veranderen naar elkaar toe. En dat snap ik, maar mensen hebben niet de neiging om hun gedrag te veranderen doordat iemand woorden zegt. Mensen gaan hun gedrag vaak veranderen doordat ze dingen voelen. Dat zit dan in je limbisch systeem en niet in het stuk waar je mee nadenkt. Dus ik geloof dat je het vooral moet laten zien en moet laten voelen. Want vertellen verandert geen gedrag. Dat is niet genoeg. Dus zeggen van, oh, laat een nieuwe set afspraken maken waarbij we lief voor elkaar zijn. Dat is echt niet genoeg. Dus daar moet je op doen. Dus probeer eens voorbij het maar en het moeten te komen. Ja, precies. Nou, ik denk dat je mensen, dat je vooral voorbeelden zou moeten laten zien. En wat wel kan. En die ook waarmaken. Daar is dan Niels natuurlijk zijn onderdeel. Waarmaken. Maar dan, en dat is wel een interessante discussie die we hebben gehad, ook met betrekking tot permanent beta. Dat je er dan ook achter komt dat misschien ook niet zo moet zijn dat iedereen daarop aan kan haken. En dat je dat misschien ook niet wel niet moet willen. Oké. Ik sluit bij je aan dat ik
dat ik ervan overtuigd ben dat wij ook gewoon, doordat we nu steeds meer van de menselijke geest en van de menselijke ziel aan het ontdekken zijn, dat er steeds meer visie op intelligentie komt. En dat intelligentie dus niet alleen maar dat rationele rekenvaardigheid is, maar dat we dus met elkaar steeds meer in beeld aan het brengen zijn van de verschillende intelligenties van mensen. En dat als wij een spelende maatschappij gaan bouwen, dat wij met name in Nederland, hè, dus dat is ook wat Joseph Jaworski deze week nog benadrukte van besef, dat Nederland mijlenver voor ligt op dit soort ontwikkelingen. En dat wij dus als landje mogelijkheden hebben om in kaart te gaan brengen wat zijn de verschillende gebieden van de menselijke geest. Wat zijn de verschillende soorten intelligentie die je kunt hebben. Wat zijn de verschillende bijdragen. En dat we het misschien ook met elkaar gaan in beeld kunnen gaan brengen. Wat zijn de gebieden van de menselijke ervaring die sommigen wel en sommigen niet kennen. En dat we dat bijna als een soort, dat we een soort reisgidsland worden van je kunt hier nog naartoe, je kunt daar nog naartoe. En met elkaar proberen om iedereen op zijn of haar manier te betrekken in het bijdragen. Omdat een van de dingen dat ik denk die we nog. En dan kom ik even met Daniel Pink. Dat je zegt van mensen zijn niet alleen maar uit op bonussen, mensen vinden het vooral heel erg belangrijk om te kunnen bijdragen. En op het moment dat je zegt van we laten zoveel mogelijk van het irrelevante werk vallen en we kijken wat is relevant werk, dan zijn er in de peilingen en in de onderzoeken zijn dus heel veel mensen die bereid zijn om te willen bijdragen. Dus dat gewoon de vreugde van het bijdragen, zinvol werk te kunnen doen, staat voorbij de beloning. Ik sta op zich heel mooi. Op zich vind ik dat helemaal heel mooi idee. Ik sta er ook helemaal achter. Maar dan krijg je nog weer het geval van dat je de wolf in de schaapskudde krijgt. Is van, we zitten hier met een aantal mensen en ik denk dat die allemaal een beetje dezelfde kant op denken. Ja. Maar dan heb je de bankiers of de industriëlen of de, maakt niet uit, de managers, whatever. Ja, en die denken, nou. Die zijn allemaal lekker idealistisch bezig, daar kan ik mooi van profiteren. Ja, nou, en die graaien dan weer alles naar zich toe. Nee, nou, alles graaien is wel heel veel werk. Er zijn altijd minder wolven dan schapen, anders waren de schapen nu op. Wat je volgens mij ziet is dat in allerlei sociale omgevingen kun je wel zeggen, ja, laten we alles op slot gaan zetten, alles gaan controleren, zodat je zeker weet dat er niemand misbruik van maakt. En als we nou gewoon vrede kunnen sluiten met dat mensen gewoon af en toe misbruik maken van situaties, dan kun je dat in kaart brengen en kun je het zichtbaar maken. Dat is makkelijker dan ooit. Ik ben ooit voor 3 ton belazerd door 2 lui. Ik had 2 dingen kunnen doen. In een hoekje gaan liggen huilen en die lui de rest van mijn leven gaan verwensen en haten. Dat leek me niet zo'n handige strategie. Ik was wel even een tijdje boos en verdrietig vooral. En toen ben ik niet gaan denken van, zie je wel, mensen zijn onbetrouwbaar, want dat doen ze dus gewoon. Ik dacht, oh, die 2, dan moet je er even mee uitkijken als je iets afspreekt over geld, want dat kan zomaar misgaan. En mensen zijn niet altijd onbetrouwbaar in alle situaties. En als je dat zichtbaar maakt, en dat kan met het web. Ik zei, we gaan toen naar een transactie en van een transactie-economie naar een relatie-economie en naar een reputatie-economie. Ja, er zullen altijd mensen zijn die misbruik maken van welk systeem dan ook. Maar de vraag is of ze daarmee de boel kapot maken voor iedereen. En ik denk dat de schaal waarop dat nu aan de hand zou kunnen gaan worden. En het is gewoon te groot om alles in één keer te kunnen misbruiken. En als je vooral geld minder relevant gaat maken dan uitwisseling van diensten en spullen die er al zijn. Ja, wil je dan alle spullen naar je toe gaan harken? Lijkt me een hoop werk. Nou goed, dat heeft mij bij de een hele goede toevoeging. Ja, de tijd is er natuurlijk. Hè? Je noemde heel even het web. En dat past heel even het maatschappelijk relevante ondernemen waar we het net over hadden. Je ziet het bij ondernemingen nu gebeuren die een trucje zien en denken, oh wacht, maar dat is mooi, daar kan ik op meeliften. Dat ging een tijd goed, maar doordat je niet meer de exclusiviteit op informatie hebt, omdat dat alles veel transparanter wordt, gaat het ook steeds vaker mis. Dus het is ook wel een tijd waarin je weer dingen kan doen. En dat mensen sneller zien van, oh, maar wacht even, ze zijn dus gewoon eigenlijk boefje aan het spelen daar. Want dat wordt allemaal niet lief. Niet lief. En het is niet toevallig omdat jij op het juiste moment de knop van je tv hebt aangezet, maar omdat het gewoon overal is. Dat je het kan horen. Okay, hoe heet die gozer ook weer die een boek heeft geschreven? Spirit Matters of... hij heet Sander Tiedemann, sorry, Sander. Sander die beschrijft een aantal onderzoeken die wereldwijd gerepliceerd zijn. Dat als je bij wijze van spreken 100 mensen op een onbewoond eiland zet met de opdracht om 2 weken daar goed te functioneren, dan is het patroon van de mensheid in het algemeen dat er 20 tot 30 mensen hun verantwoordelijkheid pakken en zeggen wat moet er gebeuren.
Dat zijn, zou ik kunnen zeggen, de natuurlijke leiders en de natuurlijke mensen die vinden van nou, wat is relevant of wat is nodig. Dan zijn er 30 tot 40 van die 100 die zeggen van, zeg maar wat ik moet doen, want dan doe ik dat. Maar die hebben geen zin om eraan mee te denken wat er nodig is. En dan zijn er 20 tot 30 zijn er die proberen zich te drukken en die proberen dus op alle manieren niks te doen. En dan krijg je datzelfde dilemma van de 20-80 regel. Moet je 80% van je energie aan 20% van die mensen gaan besteden? Of moet je zeggen van oké, er zullen gewoon mensen zijn die we op een of andere manier actief of passief in de gaten moeten houden. Of moeten zien te blijven betrekken in wat we aan het doen zijn. En dat realisme zullen we moeten opbrengen. Ja, totdat die 20%, die 20 mede of die ze proberen te drukken, het voor het zeggen krijgen. Dat ben ik, maar die hebben ze nu al. Dat hebben ze nu al. Dus ik probeer juist. Er is een macro-econoom die heet Joseph Radem, Frans Joseph Rademacher. En die zegt: het is nu al zo dat, dat de tendens naar een, wat hij dan noemt, een ecodictatuur, namelijk dat de rijkste 100 families. Zoveel macht aan het krijgen zijn dat ze binnenkort hun eigen legers kunnen betalen. Dat een van de tendenties waar je voor uit moet kijken, om te zeggen dat die heersende machthebbers, dat die steeds meer aan het vergaren zijn door de technieken waar we nu eigenlijk over praten, namelijk de manier waarop wij geld creëren met schuld en dat niet handig werkt. Dus ik ben het met je eens, je moet niet blind zijn voor de zeg maar de heersende macht, maar dat wil niet zeggen dat je het er niet op moet in gaan grijpen. Dat zijn ook iets waar ik op vraag is van, wat kan je eraan doen om te voorkomen dat die wolven je schaars kunnen opbrengen? Nou, dus in mijn ogen, maar dan kom ik misschien met te simpele oplossing, maar ik ben voor een bijvoorbeeld een nationalisatie van alle nutsbedrijven die wij weer uit hadden gefaseerd. Dus ik, bijvoorbeeld gewoon met de banken nationaliseren, zeg van wat is het voor gekte dat een bank voor 0% geld van de Europese bank kan lenen en dan willekeurige burgers tot hun dood in de renteschuld kan laten zitten. Dat is toch bizar. Het is net als bijvoorbeeld met water, alsof je dus rente op water zou moeten gaan betalen. En dat zijn dingen waarvan ik zeg van dat is een van de manieren waarop er extreem veel geld gemaakt wordt door de paar mensen die dat in handen hebben. Laten we dat gewoon weer renationaliseren. Laten we daar gewoon weer van de nutsspullen, nutsgoederen maken. Dus laten we geld als water hebben. In Amsterdam ook, en dat is een van de dingen die we denk ik hier ook gaan doen bij Permanent Beta. Kijk, peer-to-peer, misschien keer het van Napster, van Skype is trouwens ook peer-to-peer software. Wat we hier kunnen gaan doen, en dat gebeurt op heel veel plekken in de wereld, dat we gaan uitvogelen hoe kunnen we kracht ontwikkelen met technologie die er is, die niet te ondermijnen vallen door centrale systemen. Dus een centraal, dus nou ja, daar gaat het hele boek de Starfish en de Spider natuurlijk over. Hoe kun je ervoor zorgen dat een netwerk balancerende krachten heeft, waar iemand die misbruik van wil maken, die ergens misbruik van wil maken, gewoon niet tegenop kan. Ik denk dat je met z'n allen veel groter belang hebt dan dat die paar lui met te veel invloed en macht hebben. En ik denk dat met de technologie die er nu is en er nog bij gaat komen, dat die corrigerende krachten, of die krachten die dingen transparant maken, dat die veel meer impact hebben en relevanter zijn dan dat we nu vermoeden. Dus ik denk dat die puzzel op te lossen is de komende 10, 15 jaar met technologie. Ik denk het ook. Is het ook niet zo als je vanuit die wijze leert, dan denk je vanuit angst. Is dat volgens mij is dat nooit een goede raad geven om te kijken van. Volgens mij is angst nooit een goede raadgever. En dat is wel een beetje volgens mij waar jij praat, van de angst van dat zij het overnemen. En ik denk dat je op een andere manier moet gaan kijken en niet vanuit angst. Hoe moeten we kijken? Dus probeer. Ja. Een van mijn adviezen voor deze middag is probeer steeds te formuleren wat dan wel en wat dan wel. Dus probeer te formuleren wat dan wel. Nou ja, probeer er een positieve draai aan te geven. Dus probeer inderdaad te kijken van wat er wel kan en nou ja, wat er al gedaan wordt. Kijk naar die dingen. Er zullen altijd inderdaad enge mensen zijn die dingen proberen over te nemen. Maar probeer juist met een grote groep te verenigen. Ik bedoel, veel mensen hebben veel stemmen en daarmee ook kracht. Dat zie je in op heel veel vlakken. Dus dan denk ik ook bij dit soort dingen, van verenig je wat er al nu massaal gebeurt. Op een gegeven moment kun je mensen ook niet meer negeren in wat aan stemmen wordt uitgebracht. Wat er naar voren komt in de pers, in bladen. En ik denk dat je daarmee al heel veel kan bereiken. Ja, ik ben het
met je eens. Ik wil nog heel even terug naar Manfred, want het is misschien wel relevant. Dat onderzoek op dat eiland. Ja. Je had het over mensen. Ja. Hebben ze dat ook een verschil gemaakt tussen mannen en vrouwen? Dat is een heel plat ijs waar je nu op gaat. Nou, ik vraag het. In het algemeen van vrouwen is iets meer op verbinding sturen. Mannen iets meer op hiërarchie sturen. En daar kunnen we helemaal over uitweiden. En de toekomst is vrouwelijk, dat ben ik met je eens. En we zullen dus een verbindingsmaatschappij met de maat streven. Ja. Nou, ik vraag het om Mohammed Younous van de Carmeen Bank. Hij heeft in 1980 dat, of 80 jaren dat opgezet. En dat is rond microkredieten. En die heeft zich alleen maar op de vrouw gericht. En geprobeerd daar de ontwikkeling op gang te brengen. En daar is heel veel vertrouwen rond die schulden gekomen, zeg maar. En die zijn gewoon voor 96% altijd terugbetaald. Dus misschien de wolf in schaapskleren, misschien is dat altijd een man. Misschien ik. Ja, ik wil eigenlijk reageren op de manier hierachter. Er wordt door jou eigenlijk al op die angst gereageerd alsof het heel negatief is. Maar ik denk eigenlijk dat deze meneer gewoon talent heeft. Namelijk dat hij ziet dat er gevaar is. Dus ik zou zeggen, ga er spelende wijze mee aan de gang. Probeer een groep mensen om je heen te verzamelen die nou ja, misschien net zo bang zijn. Maakt niet uit. Bang zijn mag ook, bezorgd zijn mag ook. En ga er dan mee aan de slag. En ga die toekomst in tegen de wolven. Ja. Maakt niet uit, die wolven ze maken ook onderdeel uit van het geheel, zou ik zeggen. Dus, Even omdat we het ook over meten hadden. Ik heb voor een jaar een keer een blog geschreven over weg met de positiviteitscultuur. Dus ik ben manisch positief en optimistisch. Alleen de beste is deze hele bankencrisis die we hebben gehad. Waar je zit, die is ontstaan doordat mensen te positief waren. Hey joh, komt wel goed. Nee, maakt niet uit. Nee, gewoon lekker optimistisch zijn. En dan stoppen we met nadenken. En dat is even, dat draagt volgens mij naar Jan punt. Laten we inderdaad ook gaan tegendenken. Want je hebt ze alle twee nodig, deze antithese, om die puzzel op te lossen. Dus alleen maar positief zijn is niet genoeg. Je moet ook heel kritisch zijn. En dan kun je volgens mij, ja, one way to find out, mee spreken. Maar ik waarschuw voor alleen maar positivisme en optimisme, want daarmee komen we er niet. Nou ja, goed, ik wil nog even een lans breken voor de toekomst van de kinderen. Omdat ik denk van een van de dingen die wij nu ook met elkaar kunnen bespreken is van wat gebeurt er nu voor een deel onze oude economie aan het instorten is. Hè? Dus dat je zegt van we hebben een tijd lang onszelf rijk gerekend met destructieve patronen van vervuiling of van wat dan planned obsolescence genoemd is. Hoe gaan wij nu schakelen? Wat voor kinderen willen wij hebben? Hoe gaan we dan met een economie? Bijvoorbeeld een van de problemen van Philips is dat zij het zichzelf steeds moeilijker maken. Hoe betere producten zij leveren, hoe minder geld ze verdienen. He, dus dat, en hoe kunnen wij met elkaar zeggen van nou, gaan wij bijvoorbeeld deugzame of relevante fabrieken, gaan we daar een abonnement op nemen? Of gaan we zeggen van, nou wij houden als gemeenschap, houden wij deze productiebedrijven in dienst? Want die de paradox is dat de meest deugzame bedrijven op dit moment het minst verdienen. En dus arme Philips, die toen zij nog TL-buizen maakten die elk twee jaar geprogrammeerd waren om door te branden, verdienden ze meer dan toen ze lampen gingen maken die 30, 40, 50 jaar meegaan. Want dat koop je één keer en is klaar. En er is natuurlijk een verdienmodel wat nu toegang tot licht heet. Hè? Maar goed, dat is behoorlijk lastig, omdat als een burger gewoon even ergens een lampje kan kopen, waarom zou hij dan nog een abonnement op licht nemen als hij dat gewoon in één keer geregeld heeft? Dus het zijn nog lekke verdienmodellen en we moeten eens kijken van wat voor maatschappij betekent het als wij bijvoorbeeld niet meer de kinderen opjutten om nou dit parfum te kopen of die mode te volgen of die schoen te vervangen. Als we zeggen van nou, dat is niet meer de manier waarop onze economie draait. En is er dan nog denkbaar middel waarmee we dingen kunnen kopen als we dat belangrijk vinden? Maar is dat ook niet wat je... Is dat ook niet wat je nu in Zuid-Europa ziet? Waar landen waar gewoon 20-25% van de bewoners door het financiële ijs zakt en echt andere wegen gaat zoeken en erachter komt dat ze meer zijn dan hun eigen financiële problemen.
En ligt daar misschien ook de ontwikkeling die daar gaande is, niet een deel van de oplossing. Ja. Ik ben het met je eens. Ik haal mijn meeste inspiratie haal ik uit een coöperatie in Spanje. Spanje. Marina Leda heet die. En daar worden dus dingen nu gedaan al een tijdje, mede dankzij een verschrikkelijk goede burgemeester die dat allemaal draagt. Waarbij dus het land coöperatief onttrokken is uit aan een groot grondbezitter. Dus het is gemeenschapsland. Je kunt daar dus voor 15 euro per maand je eigen huis hebben en bezitten. Dus dat betekent dat de reële kosten van een huis zijn 15 euro per maand. En die mensen bezitten dat huis. Hebben het zelf gebouwd. En daar zie je dus dat zij directe democratie hebben. Dat betekent dat ze drie keer per week bij elkaar komen om te stemmen over hoe ze het geld uitgeven. Er is bijna geen werkloosheid. En er is dus hele goedkope toegang tot kinderopvang. Is heel goedkoop. Iedereen kan gratis sporten. En dat is dus ook een soort nieuw soort. Het is geen communisme, het zit er dicht tegenaan. Maar het is directe democratie. En ik denk dat het mede doordat wij zo een hele goede infrastructuur hebben met het internet. En dat wij dus dit soort dingen ook met elkaar kunnen gaan regelen. Dus ik ben het met je eens. Dus er is net zo'n uitzending geweest over tegenlicht van Power to the People. Het begint te komen. Het is alleen de lans die ik wil breken is van laten we niet alleen maar in kleine gemeenschappen gaan denken. Ook, maar laten we alsjeblieft ook in de gaten houden. Wat we dan als metafoor de wolf noemen, zodat je zegt van laten wij niet met elkaar hier hard aan het werk zijn in kleine coöperaties en ondertussen iemand geldpomp aan heeft waarmee die steeds meer soldaten kan huren, bij wijze van spreken. Waar we ook mee op zoek zijn aan deze plek, dit soort verhalen, mensen die met dit soort dingen bezig zijn, die aan het proberen zijn, dingen die al gelukt zijn of dingen die nog moeten lukken. Ja, het is een prima podium om dat soort dingen hier naartoe te halen en met ze mee te denken en verder te puzzelen. Er zijn broodfondsen. Ken je dat voor de ZZP'ers die denken, ja, als ik buiten de boot val, ik word ziek. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringsduur kunnen we niet slimmer oplossen. Nou, er zijn er steeds meer die erbij komen. Nou, dit jaar nog worden er 340 energiecoöperaties in allerlei buurten opgericht. Dus nog 5, 6 jaar, denk ik. Ja, dan weet ik niet wat Nuon of Essent nog willen doen, maar dan lijkt me dat wel opgelost, zeg maar. Maar dat zal voor veel meer domeinen in onze hele maatschappij en economie gaan gelden. Dus die dingen zijn we nadrukkelijk naar op zoek hier om die zichtbaar te maken. Podium te geven, te filmen, het web op te gooien, maar ook te kijken, kunnen we meedenken en hier technologie ontwikkelen, of het nou websites zijn, platforms of hardware, zeg maar, waarmee we stukjes van de puzzel kunnen oplossen om nog weer verder te brengen. Ja, dankjewel. Ik was net bij Waternet, hè, dat is de Amsterdamse waterleidingbedrijf, daar gebeuren ook hele interessante dingen. Die zijn ook steeds meer zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar is destijds een goede leider geweest die heeft gezegd, We gaan het niet commercialiseren. Dit water is voor de Amsterdammers en we houden het in eigen bezit. En wat zij nu aan het doen zijn, is ze pakken hun sociale verantwoordelijkheid op een hele mooie manier. Ze zijn aan het proberen om alle producten die in de afvalstroom zitten weer om te rekenen. Of naar energie of bijvoorbeeld fosfaat terugwinning. Hè? We hebben straks tekort aan fosfaat. Als het ons lukt om uit het rioolwater het fosfaat weer te recyclen, dan zijn we alweer een stap verder. Maar zij zijn dus ook zich ervan bewust dat er nu tendensen in de maatschappij zijn dat wijken hun eigen riool willen gaan recyclen en daar weer op kunnen kopen. En dat doen ze, dat zien ze dus niet als concurrenten, ze zien zichzelf als voor een deel als productiebedrijf en ze zien zichzelf als coachingsbedrijf. Dus ik denk dat als het ons lukt om dat soort dingen te doen, dat je een centraal orgaan hebt wat zich dienstbaar opstelt, dat je dus dan ook hele kleinschalige initiatieven niet als vijand hoeft te hebben, maar als co-producent. Nou, wat ik graag wil is al dit soort verhalen, dit soort mensen hier naartoe halen, leuk, neerzetten voor een zaal, het opnemen zodat we het op internet kunnen uitzenden, zodat nog meer mensen weten, oh, werkt dat zo, zullen we hier ook even. Heel goed. We moeten richting afronding, zeg maar. Ik heb nog een minuutje of drie, maar dan... Ik heb nog een tip. Ja. Een tip voor straks misschien, omdat we hadden het net over zoveel procent mensen die leiderschap vertoond hebben. Er is ook een onderzoek wat kijkt naar, en daar heeft Aukje Nautaat vanavond over pro-sociaal gedrag, waarom gewoon mensen zeg maar in netwerken of in groepen soms plotseling wel heel erg altruïstisch en lief en aardig doen. Zij staat dat te onderzoeken. Dus als je dat je interesseert, hè, dus waarom sommige schapen leiding kunnen geven en tegelijkertijd lief zijn, en dan ook dat met elkaar echt waanzinnige dingen doen. Hoe komt dat dan? Dat is een interessante vraag, want als je dat kan faciliteren, dan kun je er meer mee doen.
Daar gaat ook iets over hebben. Dus als dat een veld is waar je in interesseert, dan zou ik die tippen zeker even achter. Ja. En als je vanavond om 8 uur niet redt, dan filmen we dat gewoon. Ja. Dan ga je thuis lekker kijken binnenkort. Maar dan moet je nog even wachten tot iemand dat een keer heeft gerenderd. En ik beloof dat ik vanavond om 7 uur dat filmpje van Marina Leda even laat zien. Dat als inspiratie voor mensen die coöperatief zich willen ontwikkelen. Dat is gewoon een heel mooi filmpje. Ja, die coöperatiegedachte, want het is het jaar van de coöperatie, uitgeroepen door de VN, en dat is niet voor niets. En wereldwijd ontstaan er allemaal projecten en we zijn in Nederland daar niet zo op gefocust. Dus als we die focus shift kunnen inzetten, dan wordt het echt wel een veel sterkere en mooiere wereld. Ik kun je troosten. Nederland is het land met de grootste coöperatieve instelling en wij zijn in de wereld het land met de meeste gemeenschappelijk bezit van banken, van pensioenfondsen. Dus het valt mee. PGGM bijvoorbeeld, een van de grootste ter wereld. Maar jij afsluit dat het nog slechter is? Nederland is heel knap in klagen. Wou jij afsluiten door doen? Meer zo van, ik vind Permanent Beta zo'n gave naam. En we hebben het nu over daar en de wereld en de coöperaties en denk ook wel inclusief blijven denken. Dus dat we hier met elkaar, zou ik zeggen, een platform waar je ook sociaal blijft kijken van, hey, gaat het wel goed? Hoe verhouden we het voor elkaar? Dat je hier gewoon een kweekvijver hebt van hoe het in de hele wereld gaat. Mooi gezegd, dankjewel. Mooi. Ik vind dat toch een mooie afsluiting.